Hoi mensjes en welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag maandag, dus het is... Is het maandag? Ja. Ja. Kerstavond en wij gaan naar Joost en ouders, dus mijn schoonouders gaan we kerst vieren, toch Mien? Ja. En weet je wat, ik moet even iets zeggen, want ik ben zeg maar heel chaotisch en Joost dus niet. En net heb ik dus eindelijk een keer... Een ramp voorkomen, omdat ik iets niet was vergeten en jij wel. Je bent net je rug gehad, vriend. Oké, daarna was ik wel weer mijn geheugenkaart vergeten, maar die heb ik nog wel kunnen halen. En jij, wat was jij vergeten? Ik ben niks vergeten. Nee, ik heb alles mee. Joost. Ik heb alles mee. Als ik niet had gezegd, wat was je vergeten? Helemaal niks. Nee. Ik heb alles mee. We kennen het nou. Wat als ik niet had gezegd, hey schat, je vergeet iets, wat was je dan? Dan was ik naar de auto gelopen en zou ik bedenken van, de cadeaus liggen nog binnen. Ah, zo jammer, dit had je me niet gegund. Ja. Neem. Ja? Eerlijk, was hij het vergeten? Hè? Ik zou het ook zeggen, weet je wat papa nog zei? Nee. Ik keek er nog naar, hè? Ja, dat is niet waar. Zou ik ook zeggen? Echt niet waar, ik kan het gewoon niet hebben. Zou ik ook zeggen als ik jou was, papa? Ik wacht nog expres, ik denk, hè? Joost, vergeet Joost nou iets? Ik dacht, kan niet. Ik dacht, ik wacht nog totdat hij de deur door wil gaan. En hij wou het gaan, hè, Nien? Jij bent getuige, hè? Dus, het gaat tot nu toe goed. Nou, wij gaan nu even rijden. Dus. We zijn inmiddels thuis. Celine heeft deze gehad. Dat, zoals jullie in de vorige video konden zien, had ze daarom gesmeekt. Maar ja, ik vond het een beetje onzin om een knuffel van 30 euro zomaar aan te geven. Dus dat hebben we niet gedaan. Nu heeft ze hem. Van wie gehad? Deze is voor jou. Van wie heb je gehad? Van mij. Inmiddels bij mijn moeder, want wij gaan eerste kerstdag vieren bij mijn moeder. Nien? Ja. Thank you. We hebben hier al onze cadeautjes die we onder de boom gaan neerleggen en het wordt gezellig. Zing even een kerstliedje alsjeblieft. Oké, jongens, stel even. Even stil. Even nou en. Nee, alsjeblieft. Welk nummer dan? Ja, Mariah Carey of zo. Mariah Carey. Oké. Mariah Carey.
Dan, man, doe even een adlib of zo. Oh, ras, ras. Yeah! Hallo, Huis. Hallo, Huis. Yeah! Wat is het hier? Hallo, Huis. Mensjes, ik ben in de auto met mijn kind, want ik heb erop gehaald. Ik zat de hele tijd voor het raam te wachten. Maar net kwam je bij de deur en toen zag ik je zo kijken of je me zag. En ik was er, maar je zag me. En Celine was bij mijn moeder blijven slapen. Dus die heb ik nu net opgehaald en ik heb honger. Dus ik dacht, laten we naar de McDonald's gaan. Het is heel heftig, want ik ben juist net een beetje afgevallen omdat ik dus zo ziek was. Maar ja, ik heb er gewoon zo'n trek in. Ik ook. Dus, ik heb altijd trek in McDonald's. Ja, dus we gaan even McDonald's halen. Nee, dat was het. Voor die 9,70 mag je naar het eerste raam. Ja, dankjewel. Wij zijn weer thuis en Celine wil haar LOL-bellen openmaken. Ja, en mijn slime. En het huis hadden wij dus bij onder die gezien dat het heel lang duurde. Ja. Dus die gaat Max obviously in elkaar zetten. Dankjewel, Max. Dus gaan we even kijken wanneer dat kan. En dit zijn de verhuisdozen. Dus ik krijg ook nog 3 poppetjes bij. En ik moet zeggen, ik vind het wel weinig 3 poppetjes bij dit hele huis. Ik heb meer poppetjes. Ja, oké, maar ik vind het wel weinig. Dat had ze al gekregen voor Sinterklaas, toch of niet? Ja. Hoi mensjes en welkom bij eigenlijk een nieuwe dag, terwijl het al avond is. Ja, is de volgende dag. Nee, dat nog niet. Het is nu 7:30, wij gaan naar de bioscoop met z'n drieën. Dus we hebben eigenlijk een soort date night met z'n drieën, toch niet? Ja, jij gaat zeker altijd zo'n spel weer spelen. Ik vond het wel echt leuk. Ik wil zo graag dat papa het een keer speelt, omdat hij zo goed erin zal zijn, maar ja. Nee, wij gaan nu naar de bioscoop en daarna gaan wij naar de game hall. Dus dan nemen jullie mee, toch niet? Hebben jullie trouwens al gezien? Ik ga nu elke woensdag en zondag een nieuwe video uploaden. Dus woensdag heb ik
eerste keer weer heb ik mijn december favorieten opgenomen. Ik zal even een linkje hier beneden doen. Dan kunnen jullie die ook bekijken. Snoep Monster. Hè? Maar het is geen leuk of zo. Ja? Hoi mensjes, ik heb hier inderdaad zalf zitten. Ik heb een rare eczeem iets. Dus ik heb er even zalf op gesmeerd, dus het ziet er niet uit. Maar ik wil jullie dus even laten zien hoe ik dus altijd met Mirjam serie kijk. Dus de girl is aan de telefoon. Zeg eens even meer hallo tegen de kijkers meer. Hi. En dan hebben we dus helemaal getimed dat de serie. Ik zit het niet te vertellen en ik nu pas hoe belachelijk dit is eigenlijk. In ieder geval. Dan zijn we dus precies getimed. Dus de serie loopt precies gelijk. En dan zijn we ook aan het bellen en commentaar aan het geven over de serie. We kijken trouwens die nieuwe Netflix serie. You, inderdaad, ja. Nieuwe Netflix serie over die psycho. En ik moet zeggen, het begin pakte me echt. Maar ik vind het steeds saaier worden. Jij meer ook meer, toch? Ja. Het is een beetje eentonig. Ja, het is eentonig. Oké, nou ja, dat wou ik dus even met jullie delen. Het is een van mijn rare dingen die ik doe. Maar ja, ik ga jullie het niet meer aandoen om met mijn zalfgezicht op YouTube te verschijnen. Maar dit wil ik nog wel even laten zien, want dit doe ik best wel vaak met haar. En ik ga gewoon zo slapen en dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei!